Duurzaamheid is belangrijker dan ooit in de sierteeltsector. Water wordt in tijden van droogte schaarser en bemestingsregels worden aangescherpt. Daarom is het belangrijk om na te denken over hoe de sector samen kan werken aan een toekomstgerichte duurzame teelt. Belangrijk daarbij is aandacht voor een gezonde bodem, beperkt gebruik van water en mest en bedrijven die blijven innoveren, bijvoorbeeld na een overname. Boomkwekerij Wijmeers uit Wetteren teelt al 110 jaar, zes generaties lang, verschillende soorten sier- en laanbomen in volle grond. Wijmeers is een referentie binnen de sector en duurzaamheid is een belangrijke pijler voor het bedrijf. Duurzaamheid is niet alleen voor de huidige generatie belangrijk, maar voornamelijk nog voor de toekomstige generaties. Er verdwijnen zowel middelen als van gewasbescherming, maar ook de bodem is iets waar we de laatste 40 jaar eigenlijk te weinig aandacht voor gehad hebben in de landbouw in het algemeen. En als we die terug willen herstellen naar zijn oorspronkelijke vitaliteit en draagkracht, moeten we er nu iets aan doen, opdat de toekomstige generaties terug een vitale bodem hebben. Met die gedachte nam Stijn een aantal jaar geleden het bedrijf over van zijn vader Paul. Bedrijfsovernames zijn een belangrijk middel om te kunnen blijven innoveren en de toekomst van een bedrijf en de sector in zijn geheel te bestendigen. Ik denk dat de overnames heel belangrijk ook zijn, zeker voor onze sector. Het is een heel mooie sector, een heel gekende sector, maar jammer genoeg zijn de overnemers niet talrijk aanwezig. En dus is het eigenlijk heel belangrijk voor de toekomst van de sector ook, dat we eigenlijk elke overnemer die interesse heeft, dat we die maximaal gaan begeleiden, zodat eigenlijk het slagingspercentage van overnames zo hoog mogelijk is. Dus zodat we geen overnemers, enthousiaste overnemers, daaraan verliezen, doordat er eigenlijk een overname moeilijk verlopen is. Dus dat is denk ik het belangrijkste dat we hier vandaag kunnen stellen. Zomaar sleutels overhandigen van vader op zoon is geen garantie voor succes. Een bedrijfsovername heeft heel wat meer voeten in de aarde. De overname is een heel belangrijk schakelpunt voor een bedrijf. Dus daar moet er eigenlijk heel goed over nagedacht worden. Zowel door overnemer als overlater is het heel belangrijk dat daar eigenlijk een lang denkproces aan vooraf gaat ook. Dat de potentiële overnemer bijvoorbeeld heel goed nadenkt van oké, is het echt wat ik wil? Zijn het mijn ambities om dit bedrijf over te nemen? En dat ook de overlater, dat er op dezelfde snelheden gedacht wordt eigenlijk, dat men hetzelfde denkt en hetzelfde wil ook. Wat mij betreft is ook heel belangrijk dat er iedereen ook bij betrokken wordt van de familie, omdat het vaak familiale overnames zijn. Dat er ook mensen die erbij betrokken zijn, dat die er ook in het denkproces meegenomen worden om eigenlijk alle stappen mee te gaan nemen. Hier bij Paul Wijmeers en Stijn Wijmeers, bij Boomkwekerij Wijmeers, is dat ook zo gebeurd. Dus was ook een familiale overname en ook daar is eigenlijk het gezin erbij betrokken. Dat gezin werd de voorbije jaren uitgebreid. Ik heb zelf intussen twee kleine jongetjes lopen. Zijn het overnemers of niet? Dat zullen we in de toekomst weten. Maar het is belangrijk dat we nu reeds bezig zijn met de grond, omdat zij ooit misschien een leefbaar bedrijf zouden kunnen overnemen. En dan gaat het niet enkel over de grootte, maar vooral ook de kwaliteit van de grond, dat die optimaal is. Dan zij in optimale condities kunnen overnemen, eventueel. Stijn past sinds de overname een aantal technieken toe om de bodem van zijn percelen gezond te houden. Zo gebruikt hij niet-kerende bodembewerking, waarbij meer gewasresten op de oppervlakte achterblijven en de bodem op die manier tegen erosie beschermd wordt. Daarnaast werkt hij ook organisch materiaal zoals stro in de bodem in. Dat bevordert het stikstofgehalte in de bodem. Naast bodemoptimalisatie investeert de boomkweker ook volop in de verduurzaming van zijn teelten. Via een geheel nieuwe techniek werkt Stijn samen met het Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen aan een manier om minder water en meststoffen te moeten toedienen aan zijn planten, zonder dat ze aan kwaliteit moeten inboeten. Waar het hier over gaat, zijn zogenaamde biostimulanten en sensoren. Samen met de Universiteit van Gent en een aantal andere partners stapte het PCS in het Europese Interreg 2Seas Bio4Safe project. Via dat project kan het PCS op termijn telers zoals Stijn Wijmeers ondersteunen bij het gebruik van die tools.
Ons klimaat en de droogtes van de voorbije jaren hebben duidelijk aangetoond dat het noodzakelijk is om duurzaam te gaan telen. Dankzij Bio4Safe willen we de input van water en meststoffen gaan verminderen, zodat aan de ene kant de ecologische voetafdruk en aan de andere kant onze biocapaciteit van de aarde beter in balans zijn door minder natuurlijke hulpbronnen te gebruiken. Bio4Safe heeft dus als doel minder water en meststoffen te gebruiken in de sierteelt. Bij juist gebruik van die middelen zou het gebruik van water met maar liefst 20% kunnen dalen, zonder daarbij aan plantkwaliteit in te moeten boeten. Eén nadeel? Er zijn legio biostimulanten op de markt en telers weten niet altijd welke te kiezen. Het PCS helpt hen daarbij. Het gebruik van biostimulanten en sensoren is vrij nieuw in de sierteeltsector. Telers worden overdonderd met een groot gamma aan biostimulanten. En de fabrikanten beloven hen de mooiste resultaten. Maar in praktijk is dit niet altijd het geval. Er zijn heel veel factoren die de werking van die biostimulant gaan bepalen. En het PCS wil hen, de teler, ermee helpen om de juiste biostimulant te zoeken en om de bomen door het bos te zien. De biostimulanten zijn multi-inzetbaar. Het zijn werkzame stoffen die plantengroei bevorderen, chlorofilaanmaak verbeteren en ook de opname van water en voedingsstoffen optimaliseren. Biostimulanten zijn heel divers. Die kunnen bijvoorbeeld zorgen dat de opname van water en nutriënten door de plant efficiënter verloopt, dus door de wortels. Maar het kan ook zijn dat de nutriënten beter benut worden in de plant of dat de plant weerbaarder wordt gemaakt tegen abiotische stress zoals droogtestress, hittestress, nutriëntenstress. Met behulp van biostimulanten is het mogelijk om dezelfde kwaliteitskenmerken te creëren in uw planten, maar met een mindere input van nutriënten en water. Zeewierextracten vormen de basis van de meeste biostimulanten. Om aan dat zeewier te geraken, werkt het PCS samen met het Nederlandse bedrijf North Sea Farmers, dat zeewier via duurzame aquacultuur kweekt. De wieren bevatten bepaalde stoffen die worden herwerkt tot biostimulanten. Het zijn die stoffen die de planten stressbestendiger maken. Het PCS werkte de voorbije jaren aan tal van proefopstellingen in-house en bij telers zoals Wijmeers, met veelbelovende resultaten. We staan hier bij een proef op rhododendron. We passen verschillende biostimulanten toe op dit gewas en kijken naar het effect ervan. En ook vorig jaar hebben we een uitgebreide proef gedaan op verschillende zuurminnende gewassen, zoals azalea, rhododendron, calluna, erica en vaccinium. En zo zien we dat vaak er een positief effect is na het toepassen van de biostimulanten. Bijvoorbeeld het plantoppervlak van de rhododendron was groter na het toepassen van de biostimulanten. Voor telers die benieuwd zijn naar welke biostimulanten geschikt zijn voor welke planten, is er ook een Bio4Safe biostimulanten database. De meeste telers irrigeren hun planten op het gevoel. Ze voelen aan de bodem en ze berekenen op basis van de weersvoorspellingen. Ook wat het gebruik van meststoffen betreft vertrouwen ze vaak op hun ervaring. Omdat handelen naar je buikgevoel niet meteen de duurzaamste oplossing is, werd een aantal sensoren ontwikkeld die dat moeten oplossen. Binnen het Bio4Safe-project wordt de werking van die toestellen getest. Wij gebruiken onder andere deze drie sensoren. En met deze sensoren kunnen we detecteren of de plant stress ervaart of niet. Bijvoorbeeld de mini-PAM toont aan hoe het met de fotosynthesecapaciteit van de plant gesteld is, want onder stress gaat de fotosynthese achteruit. Met de Dualex kunnen we stressmoleculen meten en dan zien we ook hoeveel stress de plant ervaart. En dan hebben we ook deze bodemsensor, waarmee we kunnen zien wat het bodemvochtgehalte is en wanneer we de plant moeten irrigeren. Alsof de planten kunnen spreken, geven ze via de sensoren aan of ze water of mest nodig hebben. De sierteler krijgt in één oogopslag de juiste informatie en kan op die manier gerichter bemesten en irrigeren. Dat is duurzamer en goedkoper voor zijn portemonnee. Bedrijfsovernames, investeren in een kwaliteitsvolle bodem en gebruik maken van nieuwe technieken.
Al die elementen samen zorgen voor een duurzame, bloeiende toekomst van de Oost-Vlaamse sierteeltsector.